70 september 1944 sprongen boven over Rossel. Vervolgens gaan we naar de vitrine, moet ik even kijken, van de C-47, dus de vliegtuigen die de paratroepen hier naartoe brachten. We hebben een vitrine gemaakt over een misdrop van het 2e bataljon van een parachutistenregiment, 550, wat hier heel bekend is in Groesbeek, hangt ook een plaket van in de hal daar. Achter Joris, daar staat de vitrine over, over de kluiders, die dus op de tweede dag kwamen, op de tweede dag van operatie Magadan. En daar links helemaal is een aparte vitrine over Den Heuvel. Sylvia heeft al aangegeven dat het veel Amerikaanse families aanwezig zullen zijn in de week van bedenken. Dus inderdaad familie van de Pathfinder. We hebben familie van de C-47 piloot, waarvan een aantal items daar in de vitrine liggen. We hebben in Kranenburg drie families van de twee transportvliegtuigen die daar zijn neergestort. Dat maakt het eigenlijk allemaal heel bijzonder. En Herman en ik hebben samen met andere mensen van de Airborne ook bewust gekozen om de tentoonstelling dus zo op te zetten dat ook de families die komen kunnen zien van, dat wij hen sowieso elk jaar, maar ook speciaal dit jaar, jubileumjaar, herdenken en meer aandacht aan hen gaan schenken dan anders. We hebben daar een banner staan, hebben voorwerpen en ziel. Voor de verzamelaars onder ons, er zijn er een aantal hier aanwezig, die kunnen daar een avond mee vullen, bij wijze van spreken, over voorwerpen die ze gevonden hebben of die ze geruild hebben of noem maar op. Want een elk voorwerp, zeker een elk gevonden voorwerp, een elk voorwerp ook wat u hier ziet in de vitrines, wat afkomstig is allemaal in Groesbeek, daar zit een verhaal op. Dat kan een persoonlijk verhaal zijn, dat kan een minder persoonlijk verhaal zijn. Het is wel zeer bijzonder. Misschien vraagt u zich af, omdat we het hebben over de aantal gebeurtenissen op de eerste twee dagen van operatie Marokkaan. Waarom staat dan de vitrine van over een heuvel daar? Nou, het is een grensoverschrijdende tentoonstelling, samenwerking met de gemeente Kranenburg. En wij vonden bij Den Heuvel bij uitstek een soort natuurlijke overgang, grensovergang, naar Duitsland. Er is ook ontzettend veel gebeurd op het stukje daar. Het is nog steeds een fantastisch mooie plek. Herman Dame vertegenwoordigt de gebroedersdame, zeg maar, hier van Den Heuvel. En ik zie dat een mooie overstap naar de openingsceremonie. Want we hebben, Herman en Jan-Willem hebben de klok van Den Heuvel beschikbaar gesteld voor de opening van de tentoonstelling. Wat is nou zo bijzonder? Een fantastisch mooie landhuis stond er in de foto van wat de stoel ziet. Werd de klok geluid voor de landarbeiders om etenstijd of dus om van de land te komen. En in de oorlog is die gebruikt als een soort waarschuwingsmiddel. Dus er werd struikeldraad, draad aan vastgespannen en als dan op Den Heuvel wisselde, je zult dat ook lezen bij de vitrine, wisselde de alles van bezetten, dan de Amerikanen, dan de Duitsers. En men kwam s'nachts en men struikelde over die draad, dan ging die bel. En er is natuurlijk altijd een bel geweest, even een periode voor de oorlog, die dus zowel aan de Nederlandse kant als aan de Duitse kant altijd te horen is geweest. Dat was voor ons de aanleiding, Herman, om deze bel hier te vragen om dus die vitrine te maken over de Heuvel. Dan moet ik er één ding aan toevoegen. Dat zal ik even zo doen. Kun je helemaal even zien? Voor de ouderen onder ons, dat zijn er best wel veel, want dat vergeet je dat op? De boeren hier in Groesbeek, en dat weet inmiddels in Duitsland ook, die gebruikten nog wel eens een achtergebeven helm, in dit geval het een Amerikaanse parenhelm, gewoon om brokken te scheppen voor het vee. Dit is zo'n helm, daar zijn ook de deukjes, hierin zijn er de oorzaak van, als je een week had geschept, dan kreeg je hier een soort koek. En dan klopt men dat, dat man bedoelt, klopt men dat af en komt eruit. Deze helm die is gebruikt door Rut Wennekers. En Rut was tot begin jaren 70, denk ik, een boer aan de wielerbaan. En die
Nou ja, daar komt deze helm dus vanaf. Ik zie dat in de vitrine achter Joris nog foto van de oude boerderij. Nou, dus niet ver van de Den Heuvel af. We willen eigenlijk deze opening beginnen door iedereen een appel te geven van... Ja, het is een beetje apart. Dat doen we met deze helm. Dus,